Vandaag spelen we de Minecraft Survival, maar na elke minuut wordt de zwaartekracht minder. Oftewel, op een gegeven moment zullen we bijna naar de maan gaan vliegen. En duurt het heel lang om terug te komen. Kunnen we na een tijdje überhaupt nog wel de survival doen? Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe Jungle Survival aflevering. Yeah. Ik hoop dat jullie weer een prachtige dag achter de rug hebben. En dat deze video elke keer om 5 uur jullie weer blij gaat maken en gaat laten lachen. En volgens mij moet dat wel lukken, want the sky is the limit, schatie, vandaag. What does it mean? What does it mean? Wat betekent dat? Dat betekent dat we vandaag hoog gaan, want elke minuut die wij spelen in deze survival gaat de zwaartekracht, wordt hij nou zwaarder of lichter? Is er minder zwaartekracht? Ja, want als er meer zwaartekracht is, dan word je sneller. Inderdaad, dan kom je sneller op de grond. Maar wij hebben straks dat we voor elke minuut dat we spelen hoger springen en dat het ook langer duurt om naar beneden te komen. Oftewel, dit wordt weer een lekkere chaotische aflevering. Oh jeetje, dus dan spring je hoger, maar je komt ook zacht weer naar beneden. Ja, dus het zou best wel kunnen dat we richting het einde van de aflevering flinke tijd onderweg zijn naar boven en dan weer terug. We gaan het meemaken. Elke minuut wordt het erger. Nu valt het mee. Oké, dus elke minuut. Yep. Dus dat wordt een heel leuk iets. We hadden de vorige aflevering, hadden we dit boekje van Bob gevonden. Ja, het is al. Oh nee. Oh, dit is nu al irritant. Wow. Wow. Je komt zo traag terug. Oh jongens, we hadden de vorige aflevering, hadden we een boekje van Bob gevonden waarin hij zei dat hij op zoek was naar zijn emerald die weg was. Ik las heel veel comments over de vraag waarom is de emerald weg? Omdat de piraten daar kwamen, toch? Ik dacht dat hij daardoor was weggehaald. Ja, ik dacht eigenlijk dat Bob hem zelf had weggehaald. Maar ik ook. Blijkbaar heeft dus iemand anders die emerald weggehaald. Ik had verwacht dat hij hem soort van veilig had gesteld hier in zijn paleis. Ja, dat dacht ik ook, maar dat was dus niet het geval. En hij zei dat wij een bericht moesten achterlaten na de piep. Dus dat hebben we ook gedaan. En ik denk dat wij nu gewoon lekker richting ons huisje gaan. En misschien kunnen we trouwens nog wat vriendjes meenemen. Volgens mij gaan we nu nog hoger. Niet, ja, jeetje, wat gaat die tijd snel. Ik zie ook in mijn chat staan plus 1 zwaartekracht. Dus volgens mij ga ik telkens zien als die upgrade. Oh. Oké, dit wordt wat. Oh. Het valt er nog mee. Het valt mee. Ik vind dit ook cool. Dit is een beetje een soort van alsof je op de maan wandelt of zo, heb ik het idee. Dat ja, het precies. Dan zo zou zijn. Hey, wij moeten even wat vriendjes meenemen. Want ik zie hier overal honing. En wij wilden eigenlijk in onze boomhut de bovenkant pimpen. Dus wat is nou cooler dan dat je wat doe je? Wacht, ze vallen me aan. Ja, wat denk je? Waarom? Je pakt ze huis. Ja, ze komen achter je aan. Oh, help. Kunnen we ze vangen? Kunnen we ze temmen? Oh, dan moet wacht even, steken. Ik geef ze aardappelen. Hier een aardappel. Ze hebben geen interesse in aardappelen. Oh, liefie. Oh, ik wou alleen maar. Ik wist niet dat hij boos zou worden. Wacht, kan ik je hebt zijn huis kapot gemaakt. Ja, maar hij wel. Wat? Ik wist helemaal niet dat dit kon. Oh. Nee. Doe eens naar je terug, naar je toe. Mijn hengel is kapot. Dat was een hele goede hengel. Ja, je hebt er ook zoveel mee zitten hengelen. Nou, we kunnen kijken als we deze beehive boven neerzetten of dan bijen erin komen. Dat was niet de bedoeling, maar ik had er niet verwacht dat die boos zou worden. Nee, ik snap dat ook niet hoor. Ik had, als iemand mijn huis gewoon zou hakken met een bel, zou ik zeggen, oh, wat leuk dat je langskomt. Wat een mooie bel heb jij. Volgens mij zijn we nog hoger. Wee. Ik dacht, ik neem hem gewoon mee. Maar dan kan de bij ook. Want hoe kunnen we dan nu bijen lokken? Oh, dit is echt zo'n slowfall van World of Warcraft. Zo. Nou ja, ik weet niet. Misschien kunnen we gewoon de hive neerzetten. En wie weet komt er wel gewoon iemand. We kunnen het altijd proberen. Heb je toevallig nog een fence? Zeker. Oké, kom, we gaan naar boven, schatie. Oh, als je nu geraakt wordt door een skeleton, ga je ook langzamer weer naar beneden. Oh, we gaan weer 1 omhoog. We gaan nog 1 omhoog. Oké, en we hadden nog wat andere leuke ideeën voor de boomhut. Meisje die houdt namelijk enorm van vissen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Is het niet cool om hierboven in de boomhut een panoramavijvertje te hebben? Dat je gewoon kan vissen en ondertussen kan je genieten van het uitzicht. Vissen in de boomhut? Dat is toch echt een droom die uitkomt. Jeetje. Maar vanaf hoeveel blokjes water kan je al vissen?
oppassen. Oh, of niet. Oh ja, je valt natuurlijk sloom. Ja. Ik dacht, laat ik het eens uitproberen. Nou, het werkt, zo te zien. Ja, zeker. Kijk, ik haal wel eventjes dat water dan meteen. Ja, is goed. En had je de fence voor mij neergezet of niet? Oh nee, die heb ik hier mee. Wacht. Oh nee, hij gaat nog een keer omhoog. Oh, we kunnen ook nu al best hoog springen. Ja, we gaan telkens hoger en hoger. Dit is echt wel leuk zo. Hupsakee, noem maar deze hier. Oh, we gaan nog één omhoog. Oh, nu gaan we al echt wel hoog springen. Oh, cool. En nu is het nog chill. Moet heb jij buckets slaan, toevallig? Hè? Ja, ik heb ze al gevuld met water ook. Ik kom je bent een toppertje, jij. Nou, terwijl jij naar boven komt, heb ik nog een leuke Hall of Fame comment gevonden. Ik vond deze zo leuk. Ik kijk altijd in de comments van de vorige aflevering. En toen zag ik een comment van Lorene. En eigenlijk heeft ze het soort van beantwoord iets over waar we het hadden in de vorige aflevering. Namelijk of er een internationaal liefie. Of er een internationale creeperdag is. En ik heb ook gewoon toepasselijk het W Creeper shirt aangetrokken. Mocht jij die willen checken of de hoodie, want het wordt flink wat kouder. Check dan www.woutershow.nl voor de merchandise. Maar de internationale creeperdag is dus 31 augustus. En Lorena zegt, als nationale creeperdag op 31 augustus is, betekent dat dat mijn moeder een creeper is. Oh. Zij is dan namelijk jarig. Mag ik op de Hall of Fame namens Lorraine? Lorraine, dat klopt. Nee. Misschien heeft ze het nog niet verteld. Maar als jij bijvoorbeeld hard schreeuwt. Nee, maar dit is de test, schatje. Als Lorene hard schreeuwt. Ja. En wat doet de moeder van Lorene dan? Zie je wel? Lorene, als jouw moeder dat soms doet. Ik wil je niet in paniek brengen. Maar dat zou wel eens een verdacht iets kunnen zijn. Nee, dat zal vast wel meevallen. Hé, wat heb jij een mooi vijvertje meteen? Hij doet het al. Hupsakee, ga jij lekker vissen? Gaan we hier even een fence neerzetten? Had jij die nog voor mij? Ja, die heb ik, maar ik heb helaas geen hengel. Wacht, hoe maak je ook weer een hengel? Zo. Maar hartstikke leuk. Dankjewel voor de comment, Lorraine. Je komt straks op de Hall of Fame. Gaan wij daar eventjes heen? En hebben wij groene dye of niet? Anders kunnen we dat doen voor de creeper comment. Dat denk ik wel. Kunnen we sowieso maken van cactus, denk ik. Oh, dat zou wel kunnen, ja. Nou, dat is misschien wel leuk om te doen. We doen hier de beehive. Hallo, woont hier iemand? Wacht even, ik ga even kloppen, hoor. Misschien maar ze waren eruit gegaan, toch? Ja, maar misschien komt er hier wel iemand in de buurt. Komt hij hier wonen? Je weet het niet. Oh, mijn dobber drijft weg. Ja, werkt die al, of niet? Nou, je moet het even op alle hoekjes doen. Ja, denk je, is dat nodig? Ja, want anders blijft mijn dobber hier in de hoek zitten. Maar dat is op zich, om te testen, niet zo erg, toch? Kijk of hij het doet. Oh, ja, wat heb ik? Let's go. Oh, niet springen. Oh, we gaan echt al heel hoog. We zouden een soort van parcours moeten doen. Oeh, dat is ook wel vet, ja. Een soort van ringen er doorheen of zo. En wat denk je, moeten we hier niet eigenlijk gras neerzetten? Of is dit ook wel leuk? Wil je het gewoon mooi aankleden? Het zou kunnen. We moeten denk ik ook wat ovens en zo hier hebben. Ja, dat zou wel heel chill zijn inderdaad. En dan ook met een... Ja, dat we een hopper eronder zetten en een chest. Precies. Dan kunnen we alle visjes meteen koken. Oh, je gaat er vandoor. Oh, yo, dit is ideaal. Dit is ideaal. Echt, kunnen we dit er niet in houden? Nou, ga je dat ook over 10 minuutjes nog zeggen? Ik weet het niet. Het ligt eraan hoe hoog die gaat, denk ik. Ik denk dat we aardig hoog gaan, want het wordt telkens hoger, hè? Dat moet je niet vergeten. Wel. Ja, dat is waar. Neem hier een furnace mee. Oh ja, we hebben natuurlijk ook kool nodig. Dat is op zich wel handig. Zullen we even de Hall of Fame eerst doen? Voordat we die vergeten. Doen wij dat. Kijk, en dan zal ik groene dye proberen te maken. Ik had net cactus gepakt, dus als het goed is kunnen we daar wat mee regelen. Ik ga in ieder geval even een sign van Lorene neerzetten. En dan mag jij kijken hoe je hem groen gaat maken. Zo, Lorene. Gefeliciteerd, je staat op de Hall of Fame. Mocht je nou ook op de Hall of Fame willen. Wacht even, heb je nou hier een gat ingehakt? Ja, ik dacht waarom eigenlijk niet? Waarom niet? Omdat het een geheime deur is. Dat is toch het hele nut van de geheime deur weg? Ik was helemaal vergeten dat die... Oh, nee. Ik dacht... Heb je cactus zitten eten of zo? Ben je... Oh, dit is echt heel stom. Ik dacht dat ik... Ik ben in de war met de bomen. Ik dacht, de knop is toch al weg. En ik dacht van, ik wil niet helemaal omlopen. Oh, Dolly. Oh, jeetje. Zo, hij is gerepareerd. Perfect.
tekst. Hups, okay. Maak jij nou dat naampje groen? Oh, wat slecht. En voor de rest geen geheime deuren zitten hakken hier. Lijkt me leuk om een keer zo'n zero gravity parcours te doen. Ja, dat lijkt me ook cool. Even kijken, Lorena. Bloep. Is ze groen? Ja. Als een creeper? Nee, net als de moeder. Bekijken? Wat is nog meer leuke aankleding voor bij de vijver? We kunnen ook nog wat dirt dus daar neerleggen. Dat er gras gaat groeien en bloemen helemaal voor de bijtjes. Oeh, dat is een hele goeie. Weet je op welke bloemen ze afkomen? Want dan kan ik die ook meteen meenemen. Ik heb dan de furnace hier. Ik heb de kool. Ik maak nog even een furnace. Oh, ik kan bijna in één keer op ons huis springen. Oh, dan kunnen we al hoog. Yep. Oh, hoe maak je ook weer die leuke lantaarntjes? Volgens mij gewoon met een torch en wat dingetjes eromheen. Heb je hier ook glas? Oh, dat is ook belangrijk, want we kunnen de honing natuurlijk pakken. Ik ga wel vast even naar boven om de furnaces te maken. Oh, daar zie je een creeper. Oh nee, daar zie je een creeper. Uh-oh. Oh. Oh jee, oké. Het is dat ik zo hoog kan springen. Oh, nee, ik spring te hoog voor de te hoog om bij de geheime deur naar binnen te kunnen. Oh, nee. Dus ik moet, terwijl ik naar beneden ga, hem aandoen. Ja, oké, top. Nu wordt het onhandig. Oh, hij is wel flink sinds dat we binnen zijn geweest. Hij is... hij gaat nu heel erg hard. Oh, nee, ik ga echt heel hoog. Oh, ik ook. Nou... Ik kom de deur niet in. Kijk, ik maak hier wat furnaces. Zo. En zo. Dan hebben we er 4. En ik denk dat we hier dan... Oh, je kan echt niet meer springen. Nee, het gaat een beetje hoog nu. Kan je wat hout meenemen? Ik ben er al. Oh, je bent er al? Ik heb heel veel hout mee. Kijk, wat leuk. Super. Kijk. Ik heb hele leuke dingen mee. Laat eens even zien. Ik heb sowieso wat water om het... Is het nu gelijk? Ja. Ja, hè? Kijk, ik heb... Ja, dat is mooi. Oh ja, dat maakt wel iets meer een vijvertje. Ik heb een lilypadje. Gezellig. En ik heb wat kelp. Oh, dan moet deze eigenlijk even. Nou, dit zo. Wordt echt steeds meer een beetje echte vijvertje. En wat ik ook heb, is dit. Oh nee, de perfect fit. Oh, dat werkt niet. Die zwemt zo. Niet heel goed meer, schat. Ik weet niet of die nog... Ik dacht, die gaat gewoon... Dat is echt... Die heeft niet meer zo zin om te zwemmen. Oh, nee. Ik dacht dat die gewoon weer... Oh, moet je nu weer springen? Oh, jeez. Oké. Dit wordt redelijk hoog zo. Oh, wow. Oké, ik heb ook heel veel dirt mee, zodat we hier het gas kunnen doen. Toppie. Even kijken, dus 1, 2, 3, 4. Oh nee, zie nog een keer. Oh! Oké. Oh jeetje. Die heeft er zin in. Echt. Potverdrie. Oh, nu kan je echt niet zomaar meer... Oh. Nope, want het duurt het lang voordat je terug bent. Had jij de iron meegenomen? Ja. Oh, dat is een potje. Toppie. Dan moeten we even kijken. Dan maken we een hopper. Het gaat niet zo... Oh! Oh! Wow, ik ben zo gewend om te springen. Jeetje. En daar is ze weer. Weet je wat ik ga doen? Ik loop gewoon naar beneden. Ja. En ik denk eigenlijk dat ik wel in één keer weer de boomhut in kan springen. Nee, denk je al? Ik denk het. Ik ga het gewoon proberen. Dus ik ga hier naar beneden. Wee! En dan pak ik even wat hout. Dat zou wel ideaal zijn. Lekker snel. Dat is zeker snel. Oké, ik ga het ook proberen. Ik ga gewoon met de duikplank. Ik heb hier wat hout. Oh, het duurt super lang voordat ik op de duikplank ben. Daar heb je ook niks meer aan. Kijk. Wow, je gaat... Hoger inderdaad al. Wow. Ga je hoger dan de boomhut? Nou, kijk zo meteen zelf. Het is echt niet normaal. Oké, ik ga hier omhoog. Ik wil hier nog niet springen. Het is echt niet normaal. Maar ik denk dat we sowieso vanaf hier moeten springen. Oh, inderdaad. Zo. Ik denk dat we gewoon hier voor het huis... Alright. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Gaan we omhoog in 3, 2, 1... Wow, oh, ik ging tegen de boom aan. Oh nee. Oké, dit wordt wel heel hoog. Wow,
man, dat is echt niet normaal. Denk je dat je hier hoogtevrees van kan krijgen? Nou ja, wie weet. Ik denk misschien omdat je zacht valt wat minder. Omdat je zo rustig... Ja. Ja, dat zou kunnen, ja. Even kijken, zo maken we hem... Oh, hij gaat weer omhoog? Ik dacht dat we wel klaar waren. Zit er een limiet op? Weet ik niet. Heb je nog meer iron of niet? Is dat... Nee? Nee, ik ben heel... Ik deed per ongeluk springen, maar dat ja, ik ga voor mezelf ga ik een bouwwerkje maken. Zodat je niet hoeft te springen. Zodat ik niet hoef te springen, maar wel erboven kan. Jee. Kijk, daar moet alleen nog even een hopper tussen. En deze. Dan gaan we kijken, als we eventjes wat kool erin doen en een visje, of die dan inderdaad in de chest terecht komt. En we hoeven trouwens volgens mij niet eens zoveel hoppers hieronder te hebben. Even kijken. Hij gaat in de hopper. En hij zit in de chest. Toppie. Kijk. Dus we hebben hier onze eigen mooie... Er is nog één omhoog gegaan. Echt? Ja. Oh. Ik wou alleen maar hierbovenop nog een fence doen. Oh jee. Kijk, daar komt hij, daar komt hij. Oh, dan mis ik hem. Oh, moet je weer springen. Gaat ze weer in 3, 2, 1. Ik doe een beetje... Zo. Dit is echt super vet. Alleen het naar beneden gaan duurt echt al lang. Ja, ik wil nu eigenlijk liever niet meer springen. Nee, helemaal niet? Nee, het duurt wel lang om beneden te komen. Ja, ik moet ook nog even kijken of ik hier iets mooiers van kan maken. Misschien dat ik sowieso... Als ik dit doe... Kijk. Oh, is dit nou een andere kleur vent of is dat het licht? Nee, dat is een andere kleur. Verdorie. We moeten het sowieso nog opleuken. Maar hey, we hebben best wel wat mooie dingetjes. We hebben een hive zonder bijen. We hebben een barbecue voor al het vissen. Nou, het ziet er echt heel mooi uit. En we hebben een panorama zwembad. En als we dat allemaal eventjes van boven bekijken in 3, 2, 1. Woehoe! Dan ziet dat er best wel mooi uit. Oh, het ziet er wel echt heel cool uit. Ook met deze shaders en zo, met dat licht. Heel erg vet. Nou, ik vind het een mooi begin van ons boomhutavontuur. Hopelijk vond u het ook mooi, dames en heren. Smash even dat duimpje omhoog. Check ook zeker even onze andere video's. Onder andere deze die nu in beeld staat. En check ook www.foutenshop.nl voor onze shirts, hoodies, noem maar op. En andere leuke merchandise. Wij zien jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan, mensen. Doei doei. Ciao.